We zitten in de laatste 8 à 9 minuten. We gaan live naar Nick Rokos. Hij staat bij de wedstrijd, bij de finish. En je bent live bij de finish aanwezig. Hi Nick. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar sta jij ongeveer? Ik sta nu bij het kruispunt bij de Oranje Single. Want ik neem jullie even mee terug naar vorig jaar. Misschien weten jullie het nog. Ja, ja, wij weten het nog. Oh, met die verkeerslichten. Ja. Ja. Werd de finishtijd een kwartier uitgesteld. Vanwege wat jij nu ook hoort. Je hoort misschien een fluitje. Dat betekent dat het verkeer door mag. En er staan een paar mensen te wachten bij een hek. Tot zij dan weer door mogen. Ja. Het is niet heel erg druk als ik eerlijk ben. Ja, wat bussen, wat auto's die de stad voor mij uitrijden. Maar dit kan toch wel even wachten, zou je zeggen. Ja, want de mensen die dus nu nog aan de kant staan van de stad, dus nog niet aan de kant van de wedren, als die niet op tijd binnenkomen, is het dus helaas pindakaas. Ja, dan is het voor hun helaas afgelopen. Vorig jaar werd er dus wel nog inderdaad een beetje meegedacht van, dat is niet helemaal lekker gegaan. We verplaatsen de eindtijd een kwartier. Dat zorgde nog wel bijvoorbeeld hectiek, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik weet niet of ze dat dit jaar gaan doen. Ja. Nee. Ik weet niet of ze dan weer zo coulant zijn. Nee, wij zagen net nog de bezemwagen over de Waalbrug heen rijden. Dus het is echt einde is in zicht. Okay. Ga je het redden, denk je, vanaf de Waalbrug als je nog net voor de bezemwagen zit op tijd? Of is het gewoon voor de show? Ik denk als je daar echt net voor zit, dat je niet meer gaat redden. Nee. Zeker met misschien nog dat je gaat wachten. Je komt langs het Faberplein. Uit ervaring weet ik, dat kan ook wat taai zijn. Mensen willen je allemaal een high five en zo geven, maar dat heb je echt geen behoefte aan. Nee. Dat had ik zelf ook, alleen ik was dan niet eens heel laat binnen. Maar je hebt daar gewoon even geen zin in. Het fluitje klonk trouwens weer, Hans Juwol, wandelaars, mag weer gaan lopen. Ja, ik zie ook op de tv-beelden, Nick, dat ze inderdaad weer mogen oversteken op dit moment. Ja. Heel goed. Ik wacht nog heel even. Ik wacht nog 1 of 2 minuutjes. Dan loop ik mee. Want het is vanaf waar ik sta op het kruispunt. Plus, minus. Een afscanner erbij. 5 minuutjes. Dus dan loop ik even mee. Ja. Ja. Spannend. Voor de mensen die meekijken, meeluisteren. We zitten op dit moment op 6 minuten en 38 seconden voordat de finishtijd afgelopen is. Ja, kort hè? Ja, echt heel kort. Ja. Ik vind het is spannend. Het is spannend. Je voelt wel nu dat mensen inderdaad. Er staat hier een vrouw met een megafoon. En die staat mee te. Hoe zegt het? Een soort. Hoe heet die man? Van Chaka. Een positiviteitsgoeroe. Ja, die ja. Je hebt alleen maar positiviteitskreten uit te spreken hier. Oh, wat goed. Dat is heel mooi. En ik zie nog wel veel mensen op de tribunes, als ik eerlijk ben. Die blijven lekker hangen. Dat is ook goed. Ja. Het verkeer mag weer door. Ja. Pas op dat je niet van je sokken afgereden wordt. Er wordt er wel iemand wel echt gedragen. Die loopt scheef. Oh jee. Ja, en die mensen vragen ook dan, laat hem de dorm. Ja, die krijgen toch het antwoord. Nee, u moet even wachten. Ja, dat kan dat ook niet, hè? Het is nogal druk, de Oranje Single. Dan kun je niet tussen 2 auto's doorrennen. Nee, maar ik ben toch wel, als ik even mijn mening erover mag geven. Er is een vierdaagse gaande in Nijmegen. Stel je daar als automobilist even op in. En zorg ervoor dat je dan daarvoor, voor 5 uur in ieder geval, even hier niet bent. Ja. Want mensen, er staat er iemand die loopt scheef. Ja. Het is een heel gek gezicht, maar het is heel vervelend. Ja. Maar die kan niet meer, denk ik. Je staat nog steeds aan de kant van de Prins Bernhardstraat. Nee, ik sta aan de andere kant van het kruispunt inderdaad. Ik kijk zo naar de stad, waar je zo de stad binnen loopt. En nu mogen deze mensen ook weer doorlopen. Ja, en dan zitten ze ga ik meelopen vanaf de afstand. Ik zie die meneer die helemaal scheef loopt. Die heeft een meneer met een geel shirt bij zich. Hè? En die wordt aan de andere kant ondersteund. Ja, jongens, toch ook. Hoop dat hij het redt. Al is het maar dat hij in ieder geval deze dag kan aftikken. Ja, ik ben benieuwd of hij dat kan halen. Ja, weet je, ik heb al een paar wandelaars gesproken vandaag. Die ook zeiden, het is zwaar, maar morgen staan we er weer. Maar vaak komt die klap pas als jij thuis zit te relaxen. Ik loop nu naast deze meneer. Luister maar. Ja. Kijk, doorknallen met z'n allen. Ja, hij heeft het wel nodig. En ik denk dat het ook voor hem natuurlijk een mentale overwinning zou zijn. Als hij, niet alleen mentaal, ook fysiek. Als hij deze dag uitloopt. Ja. Het wordt spannend. Wij zitten op. Ik heb even geen klok bij me. Hoe lang is het nog? 4 minuten en 22 seconden nog op dit moment. Dat gaat hij denk ik nog wel redden. Kijk even achter me of er nog mensen lopen. Ja, er lopen nog wel mensen achter. Maar die lopen nog redelijk 4 overeind als ik heel eerlijk ben. Ja. Wat ik ook mooi vind, Nick, is hoe ze elkaar helpen nu gewoon. Dat is de vierdaagse. Ja. Dat zegt iedereen. Dat hadden we bij Petri, maar die zei het is de harmonie. Ja. Die bij iedere keer
weer die Vierdaagse aan het lopen. Ja, dit is de harmonie. Dit is het samenwerken wat mensen willen. Ja. En misschien dat we ook zo even kunnen meeluisteren naar wat tegen deze meneer wordt gezegd. Wij lopen nu onder de brug door. Dat betekent dat het nog heel even is. Terwijl eigenlijk, het is best gek gezegd, deze mensen hebben het zwaar. Maar links van mij en rechts van mij wordt gewoon muziek gedraaid, wordt feest gevierd. Ja. En er wordt niet echt meer stilgestaan. Maar ja, er zijn mensen die het nog heel zwaar hebben. En ik kijk nog heel even achter me. Ik weet niet wat jullie zien, maar voor mij lopen daar niet zo heel veel mensen meer. Wij zien jou nu lopen met die meneer die wat scheef loopt inderdaad. Ja, en daarvoor loopt Peter met iemand met een oranje hoed. En het is nog iets meer dan 3 minuten, Nick. Nog 3 minuten. Nou, dan ben ik benieuwd of hij dat gaat halen. Het wordt spannend. Even kijken. Maar er zijn ook gezegd, nog mensen. Nog heel even en dan zijn we erbij. Ja. En luister maar naar de aanmoedigingen. Ja, mooi is dat. Hey, en wat denk je? Komt er wat tijd bij? Dat denk ik niet. Ik heb nog niks gezien. Geen aankondigingen. Dus dat moeten we even nog gaan zien hoe dat gaat. Achter je loopt ook een meneer. Die leunt op de schouders van 2 dames. Volgens mij in ieder geval 1 dame. Die heeft het denk ik ook zwaar. Ah, hij wordt hier wel er doorheen getrokken hoor. Oh, wat mooi. Ja. We zijn er bijna. Ach, ik hoor het. We zijn er bijna. Ja. Jeetje. Stop, opstapje. Oh. Dan gaat meneer... Hij valt toch niet, hoop ik? Wordt overeen gehozen. Oh jee. Overeind gehezen. Hij loopt nu de Wetterplein op. Dus dat is fijn. En hoe ver is het dan nog naar de scanners? Nou, een metertje of 5. dat moet wel kunnen. We zien inmiddels trouwens nog steeds mensen oversteken, Nick. Oké, deze meneer heeft het gehaald. Dat is fijn in ieder geval. Woe! We gaan even kijken of er nog mensen aankomen die het ook zwaar hebben. Deze meneer heeft het in ieder geval gehaald. Dat is fijn. Oh, dat is heel, heel fijn. Fijn. Nou, wij zien iemand nu de oranje single oversteken ook ondersteund worden. Het ziet er pittig uit voor die mevrouw, ja. Ja. Ja, en vooral... dit zijn gewoon de zwaarste momenten. We hadden het er net met mijn collega Peter over. In het begin van de dag, rond 12:00, 1:00, dan is iedereen enthousiast, is het leuk. Daarna krijg je de mensen die zeggen, ja, het was wel pittig, maar ja, voldaan. En nu krijg je de mensen die eigenlijk niets meer kunnen. Nee. Ik zie hier een mevrouw. Ik zie daar een vrouw met een witte pet. En hier nog een vrouw. Oh, ze blijft stilstaan. Oh, die mevrouw nog wordt loopt meegenomen door meer. Volgens mij een militair. Ik kan het niet helemaal goed zien. Oh, even kijken. Goed. Lopen daarachter nog mensen? Ja. Ik zie daar 2 mensen lopen. Ik ga toch even terug naar de kruispunt. Ja, want daar loopt nu nog een mevrouw. Die loopt arm in arm met 2 andere dames. Oh, ik zie ze. Ja, met een meneer met een wit t-shirt. Die steunt volgens mij ook nog de boel moreel. Ja, ik zie het. Ja, er wordt zelfs volgens mij geroepen. Hij kom helpen of zoiets. Ja. Er lopen er 3 mensen volgens mij. Nick, we gaan de laatste minuut in. Laatste minuut? Yes. Ja, dan is het einde verhaal. Ja. Voor deze mevrouw. Och jee. Ben je zo ver? Oh. En dan... We gaan even kijken. Oh, op 2 minuten red je het dan niet of zo. Ik weet niet, hoe lang nog? 44 laatste minuut, seconden. Hè? Ja. Ja, nog 40 seconden. Dat wordt... dat gaat het niet worden. Oh, ik kan me voorstellen dat die mevrouw ook echt denkt... Hou je kop allemaal naast me. Trek ja, me over. Ik ga het er niet vertellen, hoor. Nee, dat zou dat durf ik niet. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee. Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze zelf ook wel voelen. Ja, maar dit is ook die Vierdaagse, hè? Erg genoeg wel. Het is keihard. Dit is keihard, maar het hoort er helaas bij. Het is een lach en een traan, hè? Ja, weet je. Het is... in ieder geval, we zagen net die man waar we mee begonnen. Die werd naar binnen gehaald. Ja. Ik denk dat de mensen die ik net nog beschreef, die ook werden geholpen, die zullen het ook nog wel gehaald hebben. Ja. Maar hier is het eigenlijk... Beste Nick, het is klaar. Ja. Het is klaar. Zeg het maar niet, Nick. Voor hetzelfde geld krijgen ze ook net 1 minuut respijt of zo. Ja, ik hou mijn mond. Ja. Maar tegen haar in ieder geval. Ja, het is 5 uur. Dus officieel is de tijd om. 5 uur, oké. Ja, we gaan gewoon kijken. We gaan gewoon kijken. Voor de mensen die op het nieuws zitten te wachten. Het uitgestelde nieuws komt over een paar minuten. We willen hier live bij zijn bij de finish op de wedren bij de Vierdaagse. Nick Rokers loopt met de wandelaars mee. Peter Nillissen is ook nog op de wedren, dus je wordt helemaal op de hoogte gehouden. Ja, samen met de cameraman. Het is wel weer een apotheose. Ja, het is, ja, zo is het wel met de Vierdaagse. Het is echt een lach en een traan en het wisselt elkaar in een minuut af. Hoe is het met die mevrouw? Even kijken, gaat het goed hier? Wat zei je? Gaat het goed hier? We helpen mevrouw even. Ja? Oké, ga zo door, ga rustig door. Het gaat inderdaad spannende tijd, maar dat gaan we allemaal zien. En zijn er nog scanners? Dat zegt de mevrouw dat ook tegen mij.
Ja, ik weet het niet. Dat gaan we zo zien. Oh, spannend. Ze wordt wel met een mooi applaus onthaald. We gaan kijken of het nog kan. Maar ik ben bang van niet. En dan hebben we het soort nu staan gehouden. Deze gaat door. Hierheen. Ze wordt even of dat waar ze heen moet. Ja. Ze wordt verwezen naar de scanners. Ja, er wordt gezegd, dit is de laatste. Nou, dat zou toch wat zijn. Nou. Dat zou toch wat zijn. Als zij hem nog wel krijgt, dan is dat wel echt de allerlaatste van vandaag. Want ze werden tegengehouden. Er staat nog iemand hier in de weg. Oh jee. Oh. Dat is niet helemaal fijn. Dan gaan we even kijken wat er gaat gebeuren. Bij de bureaulist. We staan nu bij het bureau om te scannen. Gaat het lukken? Mevrouw, deze mevrouw ook nog even. De controlekaart nog even. Ja, oh, waar? Nee. De controlekaart wordt gevraagd. Mm-hmm. Ja. Even helpen. Overigens, Nick, er komen nog steeds wandelaars vanaf de weg. Ze wordt gescand. Ze wordt afgescand. Kijk. Oh, wat fijn voor die mevrouw. Dat was een opluchting. En op dit moment komen er nog steeds wandelaars aanlopen, Nick. Je mag wel starten. Je mag wel starten. Alsjeblieft. Nou, mevrouw, dat moet een opluchting zijn. Ja, echt wel. Oh. Hoe blij bent u? Wat? Hoe blij bent u? Heel blij en helemaal op. Ja. Ja. Eerst lekker uitrusten, denk ik. Ga ik juist even doen. Lekker met de voetjes omhoog. Nou, zeg dat wel. Even kijken of er nog mensen aankomen. Ja, want, nou, wij zien zoals je ze. Hoorde, dit was de laatste. Dit is de laatste die mag gescand worden. En dan, dan wordt het nu nog toch een beetje coulant gedaan door de organisatie. Net als vorig jaar eigenlijk, hè? Ja. Ja, en op een gegeven moment moeten ze een punt zetten. Hè? Wanneer zet je die punt? Wanneer zet je nu is het echt klaar? Ja, dat is een goede vraag. Wanneer zet je die punt? Wanneer is het niet goed? Ik ga even kijken bij het 50-plein of daar mensen nog gescand worden of worden afgewezen. Dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Ja. Het is inmiddels 3:05. Daar wordt nog iemand afgescand. Oh, wat goed. Tenminste, dat denk ik, hè? Dat weet ik niet zeker. Okay. Ja, wij zagen net nog een paar mensen strompelend richting het finishplein gaan. Even kijken. Er staan een paar jongens bij. Heren, mag ik een vraag, hè? Ja, de beste man die hier staat, heeft hij het gehaald? Ja, zeker. Was hij op tijd binnen? Hij was op tijd binnen. Volgens mij wel. Volgens mij is het goed. Toch wel fijn dat ze afloopt. Naar hem toe, hè? Alle eer naar hem. Nee, natuurlijk. Maar hebben jullie hem nog ondersteund? Ja, laatste sprintje. Vanaf de tribunes daar, bij de oversteek van de kruispunt. Oranje single. Hing het er echt om? Of? Nou, kijk, hij was denk ik ongeveer de laatste. Dus wij dachten, ja, wij zijn hem aan de zijkant, maar we moeten toch de hulp schieten een keer, hè? Ja. Mooi. Nou, heel nobel van jullie. Ja. Kom op, ik zit alleen maar een beetje bier te drinken. Je moet gewoon even helpen over vissen. Is dan op zijn minst nog één goed ding op zo'n dag. Ja. Voor alle foute dingen die je doet, doe je enig goed vandaag. Nou, dat is exact wat jij zegt. Ja, klasse mannen, klasse. Ja, top, dankjewel. Nou kijk, zo kan het ook, hè? Ja, leuk. En ook gewoon heel eerlijk zeggen. Zo zitten lachende tranen dicht bij elkaar. Ja, dat is het echt. Ja, ja. Hey, wat zei je, Daphne? Nou, ik zei van alles wat ze dan doen ze ook wel iets goeds goed. Hè? Dus meteen zo iemand helpen. Ja. En ook wel heel eerlijk om te zeggen, eigenlijk doen we niks voor de rest. Bier drinken. Ja, nee, ik vond het ook wel leuk, een beetje bier drinken. Ja, zo is het ook. Ja. Ja, ik wil de regie en dan heel eigenlijk even vragen nog. Want we hebben een regie hier bij ons zitten. Zou je nog heel even op de Prins Bernhardstraat en dan op het stuk willen naar het kruispunt willen inzoomen? Of daar niet nog mensen zijn? Kijk, ik zie de camera al draaien. Ja, oh kijk. Nee, het hek is dicht. Het hek is dicht. Ja, nee, dus dan is het klaar. Er komt niemand meer aan? Nee, het hek is ook dicht. Het hek is dicht. Dan moeten mensen over het hek heen klimmen, denk ik. Ja, dat zou wel niet meer kunnen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat wij weer een mooie apotheose hebben gehad hier. Zeker.